Aristot Ndounou is de e-sporter van AZ. Hij speelt in de e-divisie en neemt het elke week op tegen een AZ1-speler. Deze week is dat Derek Lucassen. Derek Lucassen, ja. Ik verwacht dat hij compact zal spelen. Niet veel gaten laat vallen achterin. En dat het moeilijk zal zijn om er doorheen te komen. De opstellingen zijn gemaakt. Het is AZ tegen AZ. Mijn kracht, voetballen. Ik wil tot doelpunten komen. Ik ben beter en dat ga ik laten zien. Is het grootspraak van Derek Lucassen of heeft hij gewoon een gezonde portie zelfvertrouwen? Hey, wie ben ik? Ja, broer. Ik ben blauw. En dan is Aristot dus rood. En die komt met 1-0 voor. Levi Kaka, man. Lucassen baalt en moet op jacht naar de gelijkmaker. Lucassen, jawel. En Lucassen maakt gelijk. De gelijkmaker wordt uitgebreid gevierd. Maar leidt dit tot overmoed? Het lijkt er wel een beetje op, want Aristot tekent even later voor weer een doelpunt. Het is 2-1. En het blijft 2-1. En zo doet Derek Lucas het beter dan Ritsjana Haps. Die verloor met 3-0. Niet slecht. Hij is de FIFA-mannetje hier. Hij is professioneel FIFA-speler en ik niet. Dus ik ben trots op mezelf. Zeker weten. Dankjewel, Derek Lucassen. Volgende week Owen Wijndal. Hij gaat het opnemen tegen Aristot Ndounou.